In Pelele-Tepu in het zuiden van Suriname kampen de bewoners al jarenlang met problemen die maar niet worden aangepakt door de centrale overheid. Zo laat de kapitein van het dorp Pelele-Tepu, Moshesi Shanaupe, de situatie in het gebied optekenen. Shanaupe wijst erop dat de beschikbaarheid van basisbehoeften in het dorp een groot probleem is, ondanks dat het dorp makkelijk per vliegtuig te bereiken is. De problemen in Pelele-Tepu variëren van elektriciteit tot de communicatie met de rest van het land. Stroom nodig, water nodig, sikoro oso nobung, onderwijs wonen nodig. Akarta nodig, fupai, fubetekut. Alasani ina adorpu futepu ano abi. Soso ano lanti metakere soso organisasi fu luku-luku fu unu. Omna tatina wa ano lanti soso organisasi sema. Tamara no demoro. So organisasi eurokoto. Yeah. Otama no mo dengo yepi yepi fu uno. Poti pizo. De kapitein zegt verder dat het vliegveld van Pelele-Tepu niet regelmatig wordt onderhouden. Ook hiervoor is er meerdere keren aan de bel getrokken. Een bezoek van minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft tot op heden geen verandering in de zaak gebracht. Ayari pasa, minister. TCT ministerie Doroja, meneer Jupitana. Ja. Ik ben taki misori alasani en srevi de ai en lukunanga vliegver. Avrokoman fu staatschef et taki srevi. Aksi oli nangawang masin fu lekras masina. Ano kong, ano doro. Tide wang awrokomanfu aflife den aksimi. Den taki yere no kapiten. Unabi wang king oli. Mi taki saide. No me wang maye nanga wang aflife. Mi taki miserevi. Mi pinamino abi oli. So wu abi wang problem fu yare mafro. Kapitein Shanaupe zegt dat de problemen in het gebied steeds groter worden. De lokale bevolking heeft het gevoel dat de regering dat gebied vergeten is. Shanaupe doet daarom een dringend beroep op de centrale overheid om te helpen met de basislevensbehoeften in het gebied.